Het personeel van Sint Vincentius ziekenhuis is het zat. De gemaakte afspraken over uitbetaling van de overbruggingstoelage voor het zorgpersoneel van het Sint Vincentius ziekenhuis zijn naar zeggen van de bond niet nagekomen. Na de gevoerde acties van de ziekenhuisbonden op 20 april werd na dialoog met de minister van Volksgezondheid bereikt dat de ziekenhuizen in aanmerking zouden komen voor een toelage. De op 20 april gevoerde acties op het ministerie van Volksgezondheid hadden als aanleiding de instabiele economische situatie van ons land. Door de ziekenhuisbondsvoorzitter is samen met de minister overeengekomen om het zorgpersoneel een overbruggingstoelage te doen toekomen. Of het goed zit, moeten de mensen het eind april al op hun rekening zien. Want vandaag leven we al dicht bij 20. Dan moeten ze het eind april al op hun rekening moeten zien. Met TWK. Met deze mensen hier, wat gebeurt er dan? Kijk, automatisch, we praten over TWK. Misschien over de mensen die het niet redden, bijvoorbeeld de overige ziekenhuizen met RKZ. Dan gaan die het moeten krijgen met TWK. Maar tot nu toe is er niet gesproken over TWK. Maar automatisch, wanneer de overige ziekenhuizen, zeker de drie ziekenhuizen, het eind april krijgen en de overige het nog, misschien nog niet, I don't know, dan gaan die het wel met de UK moeten krijgen, vanuit op basis van april. In tegenstelling tot de gemaakte afspraken is de betaling van de overbrugstoelage aan het zorgpersoneel van het Sint Vincentius ziekenhuis uitgebleven. Dit bevestigde Ingracia Watson, de tweede secretaris van de bond van het Sint Vincentius ziekenhuis, tegenover onze redactie. We zijn sinds maart daarmee bezig. Er zijn afspraken gemaakt waaraan de mens zich niet heeft gehouden. En toen hebben we gezien dat AZP het heeft gehad, hebben we aan de bel getrokken en gevraagd waarvan ons dus blijft. Het is ons toegezegd, maar we hebben het nog steeds niet gehad. De volgende stap is een actiemodel dat we vandaag in werking hebben gesteld. Waarbij er tot 11 uur gewerkt wordt. Indien we dat geld niet hebben gehoord, gaan we het morgen verscherpen. We eisen dat we krijgen waar we recht op hebben en wat ons is toegezegd. De afspraken die gemaakt waren, zijn niet nagekomen. En er is dus een overeenkomst dat zodra de gelden niet op de rekeningen van de werknemers zijn, dat we in actie zullen blijven. Dus het wachten is nu op het overmaken van de gelden. De gestelde ultimatum van de bond naar de overheid is het starten van de overbruggingskosten voor morgen dinsdag 18 juli om 10 uur 's morgens. Indien het afgesproken bedrag niet gestort wordt, zullen de acties worden verscherpt.